Alex, we gaan zo echt een gerecht maken. Denk ik dat jij heel graag hebt, zo de pure smaak. Klein beetje topkwaliteit toch wel, hè? Mogen we zeggen, met de truffel en de secreto. Maar ook bos champignons gaan we erin doen. En we gaan die al... Jij mag ook een shallotje snijden. Dank je, dat snijden. En ik ga ondertussen een mooie mengeling van bos champignons kuisen. En ik doe dat met een borsteltje. Ja, want, Je mocht er eigenlijk geen water op doen, want dan gaat er veel van de smaak verloren, hè. Voilà, en dan kan je dat ook niet mooi aanbakken. Nee, dus, hè, want dan moet eerst dat water er weer uit. En... Voilà. Als ik zo je ingrediënten allemaal hoor dat je opzomt, dan ben je eigenlijk toch wel een klein beetje een luxe beest. Hè? Een klein beetje? Nee, ik ben een behoorlijk luxe beest. Ja. Ik geef dat grif toe. Maar langs de andere kant, ik hou van afwisseling. Ik hou van afwisseling in het leven. Ik kan mij ook heel veel plezier doen met gewoon stoemp en saucissen. Zo. En langs de andere kant eet ik heel graag kreeft. En ik hou gewoon van afwisseling in het leven. Zo. Mm-hmm. Als je elke dag bij een drie sterrenchef gaat eten, dan is dat ook niet meer speciaal. En dan, nee, dat is waar. En dan ben ik nu vooral te schreeuwen aan de Charlotte School. Maar Alex toch. Ik ben altijd al een gevoelig geweest. Ik ben er goed in, schreeuwen op tv. Dat is het waar? Ik heb dat bij The Voice ook al eens gedaan. Dus, met een ajuintje dan, of voor echt? Nee, dat was voor echt. Dat was omdat ik ontroerd was. Ja? En was dat door een stem? Of door... Nee. Ik moest een harde beslissing nemen en ik had het er echt moeilijk mee. Dus, ah, wel. Kijk, maar nu zou ik echt gewoon in Siske de Rat kunnen figureren of zo. Hè. Dus, het ergste wat er toen ook gebeurd was niet alleen dat ik aan het trainen was op tv, maar ik kwam thuis met mijn vriendin zei... Waar? Ik had mijn haar in de war gedaan. Dat was eigenlijk een grotere dat shock. Dat is heel erg, hè? Dat was de grootste shock eigenlijk. Want als je bekijkt, hij komt precies uit een doosje, hè. Zijn haar perfect, de bakkenbaarden echt perfect. Ja, dat is gewoon hoe ik ben. En ik zeg altijd zo iemand vlecht aan van, waarom doe je haar eens niet in de war? Omdat je niet ben. Doe die zot. Nee, ik ben dat zo niet. Dat zit niet in mij. Dat is goed, dat is niks. Leg dan maar heel serieus de shallotjes bij de boter. We gaan die aanstoven. Ja, je mag die zo wat opbakken. En dan gaan daar de mengeling van paddenstoelen bij. Kook jij eigenlijk thuis zelf veel? Dagelijks. Elke dag? Ja, als ik thuis ben. Hè. Als ik thuis ben en ik ben wel veel... Ik werk in mijn studio en die is thuis. Dus ik kook eigenlijk dagelijks. En ik probeer ook altijd soep en een hoofdgerecht te hebben. Ik geloof echt wel dat de soep dat heel belangrijk is. Maar ik denk vooral gezond, hè? Want heel, je hebt je groenten binnen, je hebt ook vloeistof binnen. Ja, en je eet minder van je hoofd. Van de rest, krijgt. Ja. Dus je vervangt eigenlijk... Goed voor de lijn. Goed voor de lijn, ja. Absoluut. Moet daar wat zout op of doe je dat gewoon puur natuur? En is de Italiaanse keuken dan meer zo uw ding? Of is allround? Ik hou echt van alles. Maar wat ik wel goed vind aan Italiaans is dat het heel puur, heel lekkere ingrediënten, een paar dingen en dat zit op je bord. En ook niet ingewikkeld, hè? Nee. Je kan eigenlijk bijna nooit... mislukken toch, hè? Ja, wel. Alles hangt af van de basis. En ik vind dat eigenlijk in muziek is dat hetzelfde. Hè. Je moet altijd een goed liedje hebben om van te vertrekken. En dan... Maar ik hou ook heel veel van Indisch eten, bijvoorbeeld. Mm. Ik hou heel veel van Aziatisch eten. En dan blussen met kippenbouillon. Dat zou ik groentebouillon kunnen hebben. Ja. Want pasta heeft eigenlijk wel, kan wel wat saus verdragen. Hè. En dan 100 room. Truffel en room. Ja. Dat heeft wel iets. Niet te veel, maar zo 100 milliliter. Voilà. Kruiden hebben we gedaan. Nu laten we dat op gemakske zo pruttelen. Oké, dan gaan we aan de slag met uw lievelingsstukje vlees. Secreto Iberico. Vertel een keer aan de kijker. Wat is een Iberico varken? Een Iberico varken, dat is een Spaans varken natuurlijk. Hè. Het zegt het al, Iberico. En dat wordt volgens mij, als ik me niet vergis, gevoed met een speciale voeding. Een beetje gelijk de pata negra zo. Ja. En dus dat is met eikels. En dan krijg je een ongelooflijke, je ziet dat ook, krijg je hier een ongelooflijke vetdooradering in dat vlees. En het is dat eigenlijk net dat de smaak aan dat vlees is dat geeft. Wat we willen, hè. Dat is ook zo, een goede steak, er moet een goed vetrandje aan zijn. Dat moet echt zo, of een ribeye zo, er zit zo echt een stuk vet in. Maar het is dat zo lekker is. En kan dat ook dus maakt niet het ook sappig, hè. Ja, en ik geef dat mee op, hè. We krijgen hier al het water in onze mond. Dat is het dus, hè. Ja. Secreto Iberico. En zijn naam verklapt het al, Secreto.
Ze hebben dat zogezegd gevonden, hè. Een stukje. Dat zijn het verlengde van de schouderspieren. Daar in echt het spekhoekje, daar zitten die schone lappen. En dat zijn altijd lappen, hè. Dus we gaan die nu in twee snijden. Dat is zodanig lekker ook weer gewoon aankruiden met peper en zout. Simpel. Alex, ben jij dan zo iemand die kookt zo walala, uit de losse pols of meer een boek? Ja, weet je, zo bepaalde klassiekers vind ik, die moeten echt klassiek maken. En dan pak ik er wel echt een kookboek bij nemen. Maar er zijn ook wel dingen die ik meer uit de losse pols heb. Je mag dat goed genereus kruiden, hè. Zo met zout. Ja, want er drijft eigenlijk veel af, hè, want al dat vet gaat smelten. Ja. We hebben al een pan op vuur gezet om zo echt heel warm te worden, want dat is ook belangrijk. Maar we gaan eerst de pasta sans gluten voor meneer Callier. En hoe lang moet dat koken? 15 minuutjes. 15 minuten. Oké. Doe jij een beetje olie in het water? Ja. Meestal? Ik doe dat nooit. Ik. Nee? Ik doe dat persoonlijk nooit. Ik doe gewoon genoeg zout in mijn water meestal. Wil je dat er al in gedaan, zout? Nee. Ik ga dat verschieten, hè, maar... De eerste keer dat ik in Italië kwam, ik was 18 en ik had de pasta, zei die Italiaan tegen mij... Alfredo! Mr. Calier! Alessandro, you have to put more salt in the water. Oké. Voilà. Het is zin dat goed oké. Dat hebben we dan gezien. En iedereen die bij mij komt, die zeggen altijd van, zeg je zot? En dan proeven ze dat en zeggen, ah, dat is wel lekker. Maar je giet het wel af en het zout... Voilà, hetzelfde een beetje gelijk bij dat vlees. Hè. Dus, ja. Zo, dan kunnen we grillen. Hè. En geen vetstof in de pan, hè, want je hebt hier genoeg vet. Hè. Maak je het veel klaar, Alex, zo Iberico? Ja, Iberico kotletjes. Dan of, heb je wel je winkels voor... Wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat bij mijn lokale supermarkt kan vinden. En ik heb ook zoiets van, oké, dat is wel wat duurder, maar ik heb liever een klein kotletje dat super lekker is dan een grote kotlet die heel taai en... Ja, dat krult altijd wat, hè. Ja. Maar dat is echt, hoe zouden we smaak kunnen omschrijven, hè? Want de smaak is echt wel... Het is heel sappig, ja, een beetje vettig, maar het is toch zo... Ja, het is gewoon hoe dat een echt goed varken moet smaken. Gewoon. En een goed varken, dat moet wat vet zijn. Dat is gewoon zo. We gaan die zo mooi... Quadriëren, of hoe zeggen ze dat? Quadriëren, ja. En quadriëren komt van kaderen. Ja, voilà. Dus dan staan daar zo kadertjes in. Hè. Ja. Ah, de saus ook, hè. Ziet dat is zo echt stroperig. Ja. Dan mag je er al een keer een goede portie truffel bij. Ja, fantastisch. Vlees eigenlijk van de pan. Dat is een dikker stukje gek. Klein beetje langer. Ja, en zo een gerechtje, dat is eigenlijk een beetje tijdens de feesten. Hè. Als je nu echt geen truffel kunt betalen, of het is toch wel iets feestelijks. Of vindt, want het is ook niet altijd even. Ja, of vinden, dan kun je dat echt gewoon weglaten. Het is iets zoals caviar, hè, dat je erbij doet als garnituur. Maar je kunt het eigenlijk gewoon simpelweg weglaten. Oké, twee porties supla pasta. Jij ging al proeven, jij. Ging maar proeven, ja. Ik denk dat is. Ja. Een leuk bordje. Iets goed kitsch, zoals de Italianen, hè? Prima. Af en toe mag dat. Af en toe mag dat, zeker. Jij mag al pasta serveren. Ja, voilà. Dan neem ik een groot mes. Mag je dat in het midden van het bord of waar wilde je dat? Oh, doe maar hoe je wilt, want die secreto, ik vind dat wel leuk als dat al zo een beetje, een beetje gesneden is, hè? We were young, so. Done, girl. No, we are still mine.
Voilà, zie ons kitscherig, maar heel lekker bordje, denk ik. Gaan we daarmee op de foto? Absoluut. Moeten we er niet nog eens een beetje extra truffel op? Ja, ja, dat is voor aan tafel. En extra kaas op. Ja, in dit geval ben ik green. Hè. Hij weet het, hè. Hij weet het wat dat goed is. Geen grappige gezichten nu niet meer. Nu ben je heel blij. Ik ben heel blij. Top gerechtje, hè? Oké, Alex, omdat... Omdat het feest is. Dag is. Ja, het is feest, hè. En een beetje pecorino voor meneer? Ja. Zo, Alex, word je daar gelukkig van? Absoluut. Goh, super vlees. Eigenlijk simpel, hè? Paddenstoelen, truffel. Ja, dat is echt voilà, helemaal mijn ding. En nog een Italiaanse Barolo voor meneer. Barolo, ook niet slecht. Oké, die kleur. Ja, je ziet dat echt zo, dat is al... Dat gaat naar de dakpannen, hè? Ja. Zo meer het oranje. Ja. Oké. Okay. Salute. Salute. Ah, voilà, zie. En daar een goed pastakje bij. Oh, misschien wel een lepel? Ja. Weet je dat met zijn vork? Ja. De Italianen eten dat eigenlijk alleen met vork, zo. Alleen met vork. En dat is zo, die draaien dat zo op, zo, hè. In het bord. En effectief, dat doe ik nu ook, want als je dat niet doet, dan lach je je vierkant uit. Dus na al die jaren doe ik dat dus wel zo. Wat zegt dat? Nu gaan we eigenlijk, waar het om draait, eerst eens proeven. Hè. Geweldig, hè. Dat is echt zo... Dat is hoe dat goed varkensvlees moet zijn. Zo. Een volle smaak. Ja. Als welk liedje zou dat beschrijven, Alex? Kom aan, plak er een titel op. Dat vind ik nou vrij moeilijk, hè, om een liedje erop te plakken. Zo. Er is geen enkel lied die dit kan beschrijven. Gewoon. Dat is gewoon, je moet dat niet... Oh, maar zo lief. Je moet dat niet bezingen, je moet dat gewoon opeten. VTM. Je beleeft het hier.